Beste collega's, er wordt gezegd dat je 100 dagen nodig hebt om aan een nieuwe baan te wennen. Na die 100 dagen weet je wie je vrienden zijn, om wie je met een grote boog heen moet lopen, wat er nu eigenlijk van je wordt verwacht en waar je koffie kunt halen. In de Tweede Kamer is dat niet anders. De nieuwe Kamer is vandaag precies 106 dagen op weg. De inwerkperiode is dus officieel voorbij. En dat betekent na het reces niet meer over je spreektijd heen praten. Interrupties kort houden. Spreken via de voorzitter. Niet oproepen tot discussie in een stemverklaring. En vooral niet van achter in de bankjes schreeuwen naar je collega's. Ik noem geen namen, meneer Öztürk. Dit geldt overigens ook voor Kamerleden die hier al langer vertoeven, maar waarvan het ook leek alsof ze nog in een inwerkperiode zaten. Maar met het inwerken gaat het de goede kant op. De heer Baudet weet inmiddels dat we in het parlement Nederlands spreken. Hij weet ook dat je, zelfs al heb je 100 boeken geschreven, je toch moet inschrijven als je tijdens het debat iets wilt zeggen. Hij weet ook dat je moties op papier moet zetten als je ze indient. En dat je, als je de tovenaar uit The Lord of the Rings aanhaalt, kunt verwachten dat de heer Dijkhoff je er fijntjes op wijst dat het met die tovenaar niet zo goed is afgelopen. De heer Van Raan weet dat T-list, van wie we iedere dag of iedere dinsdag een overzicht van de mondelinge vragen krijgen, geen geautomatiseerde mailinglist is, maar een echt persoon, Paraslist. Die zit hier achter mij. En nu we het toch over namen hebben, weten we inmiddels dat Cenk Willink een achternaam is en dat zijn voornaam Herman is. De heer Van Raan weet ook, en dat geldt ook voor de heer Quint, dat Twitter losgaat als je geen jasje en geen sokken of een combinatie van die twee draagt. Overigens heb ik nog nooit zoveel e-mails gekregen na afloop van een debat. En die e-mails gingen niet alleen over het gebrek aan jasjes, maar ook over blote armen, teenslippers en te laag uitgesneden décolletés. Ik geef het u maar mee. Zelf heb ik ook het een en ander geleerd en heb ik moeten wennen aan alle nieuwe namen en gezichten. Ik weet nu dat ik op tijd moet schorsen voor de lunch, bijvoorbeeld. Doe ik dat niet, dan loopt de heer Markushover dwars door de zaal naar het ledenrestaurant en komt terug met handen vol etenswaar. En hij denkt dat hij niet opvalt wanneer hij de boterkoeken de plenaire zaal binnensmokkelt. Maar ik zie alles. En ik weet in welke la die zitten. Wat ik niet wist, maar even moest opzoeken, is het antwoord op de vraag van de heer Jasper van Dijk. Gisteren, waar zit Jasper van Dijk? Ja. Hij vroeg gisteren wat het record was. Wat het record is van het aantal ingediende moties tijdens een VAO. Meneer Van Dijk, inmiddels heb ik het antwoord. Dat was het VAO over risicoverevening en dure medicijnen in april 2011 met 29 moties. Ook weer opgehelderd. In totaal zijn er in deze Kamerperiode, en de nieuwe Kamerleden zijn op 23 maart beëdigd, dus 3 maanden, zijn jullie aan het werk, zijn er 706 moties ingediend. En daar zitten er ook een paar bij van de SP. Maar meneer Van Dijk heeft gisteren een oproep gedaan aan de Kamer. En die oproep steun ik van harte. En die was: de kunst van het weglaten, dat is een hele mooie. Goed, we kunnen concluderen dat de meeste Kamerleden hun weg hebben gevonden. Dat hoorde ik ook terug tijdens de lunches die ik met nieuwe Kamerleden had.
En ja, natuurlijk is het jammer dat er met een wisseling altijd een stukje collectief geheugen verdwijnt. Maar je krijgt er ook nieuwe energie en ideeën voor terug. En dat zie ik bij veel nieuwe Kamerleden. Het houdt de Kamer scherp. Meneer Hiddema loopt hier in permanente verbazing rond. Hij vindt de Tweede Kamer een wonderlijke omgeving. Parallel aan het inwerkprogramma ging het Kamerwerk gewoon door. Ondanks het controversieel verklaren van veel onderwerpen hebben we goede inhoudelijke debatten met elkaar gevoerd, waaronder ook over de kabinetsformatie. En er waren heel veel medespeeches waarin bijna iedereen inging op zijn of haar persoonlijke overwegingen om volksvertegenwoordiger te worden. En dat vind ik altijd de mooiste speeches. En 7 van die medespeeches, dat is bijna 10%, werden gehouden in 1 debat. Dat debat ging over discriminatie en racisme in Nederland. En ik denk dat dat in onze parlementaire geschiedenis niet eerder is voorgekomen. We bleven maar schorsen. En hoewel er 2 keer een poging werd gedaan om een debat over de plannen voor Europese defensie van het schema af te krijgen, heeft mevrouw Popken vandaag van de PVV vandaag toch haar medespeech gehouden. Ook buiten de plenaire zaal gebeuren er mooie dingen. Persoonlijk vond ik de onthulling van de Gerrit Kasteinkamer een hoogtepunt. Een klein kamertje op de 2e verdieping van Binnenhof 7, vernoemd naar verzetsman Gerrit Kastein. In de donkere dagen dat de Duitsers het Binnenhof bezetten, koos hij ervoor om uit het raam te springen om te voorkomen dat hij zijn kameraden zou verraden in de martelkamer. De onthulling van de Kasteinkamer was een initiatief van Menno de Bruyne. In Hart van Nederland zag ik 's avonds een interview met hem. In het item werd Menno opgevoerd als de fractievoorzitter van de SGP. Waarop we Menno vriendelijk zagen knikken en hij zijn verhaal afstak. Tot nu toe. En tot nu toe is dat niet gecorrigeerd. Een ander belangrijk moment was de extra open dag op Bevrijdingsdag. Dat is echt de eerste keer dat wij zo'n bijzondere dag onze deuren openzetten. En daar kwamen 3000 mensen op af. Het laat zien dat mensen het bijzonder vinden om een blik in de Kamer te werpen. Het is goed dat we ons blijven realiseren hoe eervol het is om in dit instituut te werken. Of we nu 18 jaar of 106 dagen rondlopen. En dat werk dat kunnen wij alleen doen dankzij de fractiemedewerkers, dankzij ook de goede ambtelijke ondersteuning. Ook voor de mensen die in de Kamer werken was de afgelopen periode enerverend met al die nieuwe gezichten. Maar de wasstraat waarin iedereen in 1 keer werd voorzien van alles wat je als Kamerlid nodig hebt en later ook de cursussen voor nieuwe leden, het liep allemaal als een geoliede machine. Heel veel dank daarvoor. Collega's, voor ik de vergadering sluit, wil ik nog 1 ding zeggen en dan kijk ik even opzij. Dit was de laatste plenaire vergadering van de griffier Renata Vos. Per 1 augustus wordt zij lid van de Raad van Bestuur van het Openbaar Onderwijs in Rotterdam. Zij gaat terug naar het onderwijs waar haar hart ligt. Dinsdag hebben wij een mooie afscheidsreceptie van haar genomen. Afscheid van haar genomen, maar ik wil haar namens ons allemaal nog heel, heel erg bedanken voor haar inzet in de afgelopen 2 jaar. En ik wil jou heel veel succes toewensen in Rotterdam. Heel veel dank. Dank je wel. Dan gaan we nu echt het reces in. Het is anders dan andere jaren, omdat de formatie doorloopt. Ik hoop dat Joost Vullings, Xander van der Wulp en Vincent Rietbergen niet op vakantie gaan en ons
op de hoogte blijven houden van wie met wie op het strand heeft gezeten, wie met wie uit eten is geweest en waar, en wie wat aan heeft, wel of geen stropdas. Dat is toch heel belangrijk, heb ik begrepen. En natuurlijk, ik weet u ook te vinden als zich in de formatie ontwikkelingen voordoen, dan horen jullie van mij. Maar vooralsnog hou ik erop dat ik u graag terugzie. Dinsdag hoop ik 5 september uitgerust en in goede gezondheid. Dank jullie wel.